Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog start operatie Market Garden met als doel om een opmars tegen Nazi-Duitsland mogelijk te maken. Deze inzet van luchtlandingsgroepen en grondtroepen heeft het zuiden van Nederland en ook Nijmegen bevrijd. Maar weten Nijmegenaren nog wel dat deze dappere strijders ook hun leven riskeerden op de Waal? Ik ga het voor je uitzoeken. Operatie Market Garden. Vertel. Daar kwam ze stoned voor. Is met militairen, toch? Ja, klopt helemaal. Was hier bij de Waalbrug. Toen kwamen ze met parachute en zo. Ja. Slim hier. Ja, je doet het aardig goed, dat klopt. Als ik van school kom. Ja, maar je kan het zo goed. Ik had een vraag. Weten jullie wat Market Garden is? Toevallig. Begint er iets te dagen? Wat weet u van Market Garden? Helemaal niks. Helemaal niks. Oké. Wat weet u van Market Garden? Weet u daar iets van? De oorlog. Ja. 75 jaar geleden. Oh, operatie Market Garden, ja. Ja, dat had ik ervoor moeten zeggen. Operatie Market Garden. Ja, nee, dan weet je het wel. Operatie Market Garden. Weet je daar iets van? Nee? Oké. Dat is ook een hele enge vraag. Hallo mevrouw. Weet u wat Market Garden is? Denk je? Ik denk het niet. Oké. Was dat niet van de... Nee, dat was van de Britten. Nee. Ik weet nu echt niet meer precies van de details, maar het was een operatie van de Britten in Duitsland, denk ik, of niet? Nee. Ik weet dat het een operatie was in de Tweede Wereldoorlog en toen dropten ze luchttroepen hier. En het doel was om de bruggen over de Rijn en de Waal te bezetten. U kunt mij vast wel wat vertellen over Market Garden. Weet u daar iets van tevallen? Waarom wat? Market Garden. Operatie Market Garden. Weet je daar iets van? Nee? Even kijken hoor. In Arnhem is het met de bevrijding te maken. Verder kom ik niet even. Weet jullie iets te vertellen over Market Garden? Dankjewel, Hans. Oké, alsjeblieft. Weet jij misschien wat van Operatie Market Garden? Nee, geloof het niet. Nee? Ik heb er eerlijk gezegd echt nog nooit over gehoord. Nee, niet heel veel of zo. Nee, niet echt. In 44, september 44 is hier een van de allergrootste luchtlandingoperaties die ooit plaatsgevonden hebben, heeft zich rondom Nijmegen en Groesbeek afgespeeld. Daar hebben Amerikaanse soldaten zijn erin geslaagd om de Duitsers tot aan de brug terug te dringen. Spoorbrug veroverd, maar de Waalbrug, dat ging niet. Uiteindelijk kwam het erop neer dat rondom Elst zich een nieuwe frontlijn voltrok. En dat is het einde van Market Garden. Hoe belangrijk vind je het dat deze herdenking plaatsvindt? Ik denk dat het vooral lokaal heel belangrijk is. Maar natuurlijk, het is fysiek dezelfde locatie. Dus, Het is toch een hele gebeuren geweest. En zo'n oorlog is ook niet niks. Ik weet niet, ik heb er niet echt een mening over, denk ik. Als ze het niet zouden doen, zou het mij niet belasten in ieder geval. Ja, ik weet er niet heel van af, maar ik neem aan dat het belangrijk is dat het een Tweede Wereldoorlog is. Ja, mee eens. Ja, het mag wel herdacht worden, vind ik. Het is wel belangrijk. Ben je het daar mee eens? Ik bemoei me nergens mee. Oké. En hoe lang moeten wij dit dan nog blijven herdenken, denken jullie? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Altijd blijven doen. Ja? Ja. Wat maakt dat u dat zo belangrijk vindt om dat altijd te blijven doen? Dat je realiseert wat je nu wel hebt. Ik denk dat het voorlopig wel zo blijft hoor. Ja, dat is wel moeilijk, want de mensen die dat hebben meegemaakt, die zijn er over een paar jaar waarschijnlijk niet meer. Dan zou je kunnen zeggen van misschien heeft het geen zin meer. Maar ik denk dat juist als zij er niet meer zijn, dat anderen het ook nog moeten weten. Dus ik denk ja, tot in de eeuwigheid misschien wel. Dus voor u mogen die herdenkingen blijven bestaan? Ja, mag wel, ja. Ja. Dus, de conclusie van jongeren weten te weinig over de Tweede Wereldoorlog is... Nou, ja, oké. Het is oké.